Het onderwerp van vandaag, van dit vlog, is de N2767 conditiemeting en dan met name de misvattingen die erover zijn. Wat interessant is, is om stil te staan bij wat de N2767 niet doet. Een belangrijk kenmerk van de N2767 is dat het in de basis een visuele, niet-descriptieve opname betreft. Hoogstens met behulp van wat eenvoudige hulpmiddelen. Dus we gaan bijvoorbeeld niet heel uitgebreid installaties open en dicht maken om er heel gedetailleerd in te kijken. En we kijken bijvoorbeeld ook standaard niet in de spouw van een gevel. Een beetje in lijn ermee is het uitvoeren van een asbestonderzoek, het uitvoeren van een legionellenonderzoek, het uitvoeren van een volledige brandscan, die vormen in de basis ook geen onderdeel van de N2767. Het kan zijn dat je een N2767 conditiemeting uitvoert en daarvoor aanleiding ziet om die vervolgonderzoeken uit te laten voeren, maar in de basis vormen ze daar dus eigenlijk geen onderdeel van. In lijn ermee wordt ook vaak gedacht dat een N2767 een volledige toets van wet- en regelgeving is. Nou, dat is dus ook niet, want dat tonen die voorgaande punten ook al aan. Wat is dan wel het raakvlak met wet- en regelgeving? Bepaalde gebreken uit de standaardlijsten van de N2767 die hebben wel betrekking op wet- en regelgeving, maar je voert niet bijvoorbeeld een volledige bouwbesluittoets uit. Dus op het moment dat je een conditiemeting hebt uitgevoerd, weet je bijvoorbeeld niet of dat de ventilatiefout van het gebouw al dan niet voldoende is.